BNR breekt. Politiek. Nina van den Dungen. Welkom terug in mijn Kamerledenpanel vandaag. Ernst Boutkan van Volt en Laura Bromet van GroenLinks. We praten over het nieuws van de dag. Alweer een bedrijf dat misleidende informatie gaf over zijn positie in Rusland. Na Heineken was het Unilever die beloofde vorig jaar, 2 weken na de Russische inval in Oekraïne, om echt geen winst meer te maken in Rusland. Maar ze houden zich niet aan die belofte, zo ontdekte Follow the Money. Je hoort onderzoeksjournalist Rosanne Kropman van Follow the Money. Unilever heeft best wel grote beloftes gedaan vlak na de inval in Oekraïne. En wij hebben eventjes het jaarverslag erbij gepakt van 2022 van Unilever Rusland en gekeken wat daar dan terecht gekomen is. De winst is verdubbeld afgelopen jaar, dus over 2022. Ja, ze beloofden geen winst meer te maken, maar oepsie, hij is verdubbeld. Krijg nou wat. Unilever die zegt alle winst in Rusland te zullen houden. Er is geen kapitaal in of uitstroom, zo zegt een woordvoerder. Laura, ben jij nog verbaasd? Nou, ik vind het wel heel ernstig, eerlijk gezegd. Want een boycott is een boycott. En het is niet toch maar wat ijsjes naar Rusland brengen om geld te verdienen. Mijn collega Tom van der Lee heeft in een hoorzitting in de Kamer ook gevraagd om Unilever naar de Kamer te roepen om hier een verklaring over af te leggen. Of tenminste om over hun boycott te... Ze zijn nu Brits, toch? Ze wilden niet komen, dus het is wel illustratief. Ze zijn geen Nederlands bedrijf meer. Ja. Ja, nou ja, Unilever had eigenlijk een heel goed en duurzaam imago. En dat gooien ze volledig te grabbel op deze manier. Ernst, was jij verrast? Nou, verrast. Het is gewoon een multinational geworden nu die op de internationale markt werkt. Dus op zich kunnen ze doen wat ze willen. Alleen, ik vind het wel echt heel erg dat ze zeggen dat ze het niet doen. En dat het dan toch anders blijkt. Wees dan gewoon eerlijk. Zeg gewoon, we gaan geld verdienen in Rusland. En het allerergste vind ik dat je de staatskas gewoon spekt. Dus van Rusland, ja. Ja, van Rusland. Ze hadden ook omgerekend hoeveel raketten je ermee kon kopen. Ik geloof 335 raketten. Ja, had niet Unilever gedaan, hè? Nee, dat had Follow the Money. Ja, van de Kiev School of Economics, ja. En dat laat wel zien waar het over gaat. Dus zeg als bedrijf dan gewoon eerlijk, we gaan investeren in Rusland en we zorgen dat het geld er dan niet uitgaat. Maar doe niet een soort van half-half. Schijnheilig. Nee, doe niet schijnheilig. Gaat dit in tegen het Europese sanctiebeleid? Of mag Unilever dit inderdaad gewoon doen, Laura? Ja, ik vind dat het er tegenin gaat. Ik ben het ook niet eens met Ernst dat hij zegt, je moet het eerlijk zeggen en dan kan je het wel doen. Ik vind gewoon, ze moeten het niet doen. Wij hebben sancties afgesproken en dat hebben we gedaan omdat het heel ernstig is wat er in Oekraïne gebeurt. En dan moet je schouder aan schouder staan als Europese economie. En als je dan gewoon toch doorgaat met je eigen belang te laten prevaleren, dat vind ik echt niet kunnen. En Tom van der Lee heeft Unilever gevraagd, willen jullie komen vanochtend naar aanleiding van dit nieuws? Nee hoor, het was al eerder in een hoorzitting om gewoon te vragen van wat het beleid was ten aanzien van Rusland. En toen wilde ze niet komen. Dus dat, ja. Als ik daar heel even op mag reageren. Kijk, natuurlijk vind ik dat ook. Alleen als we kijken naar het Europese sanctiepakket van de Europese Unie, dan valt dit daar, zover ik weet, niet onder. En ten tweede, het is natuurlijk niet een bedrijf dat gevestigd is binnen de Europese Unie. Dus ja, ik vind dat wel een beetje te makkelijk om mij dan daar nu zo weg te zetten. Want je zegt, het mag wel. Ze doen niks verkeerd. Ze mogen daar geld verdienen volgens ook het Europese sanctiebeleid. Nou, hoe ik het begrepen heb, hebben we geen afspraken gemaakt voor Europese of voor niet-Europese bedrijven over wat zij daar mogen doen. Ja, omdat het is het zit in Engeland. Hè? Het is en het is ook nog. Dit gaat over Unilever Rusland. Unilever Rus heette het volgens mij. En dat heeft Heineken ook. Ze hebben allemaal verschillende holdings en die lopen ook weer deels door Nederland heen. En daar zouden we echt wel iets aan kunnen doen als we dat zouden willen. Maar je kan het niet zo erg versimpelen. Nou, daar ben ik inderdaad benieuwd naar. Wat kunnen we doen? Wat kunnen jullie als Kamerleden doen? Want inderdaad, je kan ze netjes vragen, kom eens langs voor een hoorzitting. Nou, dan is het antwoord dus nee. Kun je verder wat als Tweede Kamer in Nederland, Laura? Nou, je kunt het in ieder geval aan de orde stellen. Je kunt ze naar de Kamer roepen, maar als ze niet komen, dan kun je ze niks vragen. Nee. Dat is toch altijd wel het moeilijke van de politiek natuurlijk in een vrije markteconomie, dat bedrijven ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. En ik denk dat het niet goed is voor Unilever dit. Ik denk niet dat het goed is voor hun imago. En uiteindelijk ook klanten zullen denken als een ijsje nemen, oh ja, dat is van dat bedrijf wat gewoon lekker geld verdient in Rusland. Ja, we lachen steeds om dat ijsje, omdat ze eerder in die verklaring een jaar geleden hebben gezegd, wij gaan alleen nog essentiële voedingsmiddelen leveren in Rusland. Essentieel. Maar ondertussen liggen de Magnums en de Cornetto's daar fantastisch in de schappen. Ja, je kunt je afvragen, sommige mensen die vinden ijsjes ontzettend essentieel. Ja, ik
ook. Maar ja, als je te veel eet, word je heel dik, hè? En verder zegt Unilever ook dat het ook te maken heeft, hè, die grote winst daar in Rusland, met de inflatie en ook de koers van de roebel. Ja, dat kan een rol spelen, toch? Dat het net gunstig uitpakt voor Unilever, Ernst. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies hoe dat. Ik heb daar niet in kunnen duiken of dat waar is. Ze zullen het zeggen. Uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat ik denk dat alle consumenten in Nederland zich even goed achter de oren moeten krabben. Nu dit nieuws uit is gekomen, moeten denken, wil ik een bedrijf steunen dat hierover liegt? Oh, je doet eigenlijk een voorzichtige oproep tot een boycott van Unilever producten in Nederland. Nou, ik zou willen zeggen, denk er allemaal goed over na. Want als je kijkt, wat kunnen wij doen als Kamerleden, is dit een van de dingen, hier aandacht voor vragen en hier tot oproepen. En dat consumenten zichzelf goed achter de oren krabben of ze dit eerlijk vinden dat dit zo naar buiten wordt gebracht. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.